Het WK voetbal moet nog beginnen, maar de oranje koorts was gisteravond al maximaal voelbaar bij het WK hockey in het ADO-stadion. Verantwoordelijk daarvoor waren de oranje leeuwinnen. Spannend was het tegen België niet, wel sfeervol. Ja, zeker. Het is zo mooi om hier in dit stadion vol oranje mensen te mogen spelen. Echt heel gaaf. Het stadion zat weer helemaal vol en de fans waren enthousiast, dus zeker een sfeertje weer. En het goede resultaat tegen België verhoogde natuurlijk ook de stemming. Na een snelle treffer van Ellen Hoog was het Den Bosch speelster Marloes Ketels die net voor rust al de genadeklap uitdeelde. Ja, het was een beetje uit het niets volgens mij. Voor mezelf was het ook een verrassing dat iedereen ineens in lag. Ik keek nog een keertje goed. Maar ja, gewoon, het kwam voor ons wel goed uit, 2-0. Ja, het was bijna een voetbaldoelpunt. Voorzet van links. Jij kopt hem niet in, maar je tipt hem in. Ja, heel dicht bij de goal. Kom ik bijna nooit. Dus het was echt een mooie tip in. Na rust scoorde ook Maartje Pauwme nog uit een strafbal. De laatste goal van Oranje kwam van de stick van Roos Drost. Na Japan dus weer een ruime overwinning. Een bliksemstart voor Oranje bij het WK. Ik denk tegen Japan wel. En vandaag hadden we iets meer moeite, maar ja, we hebben nog steeds met 4-0 gewonnen. Dus heel netjes. We moeten per wedstrijd gewoon blijven winnen en in het toernooi groeien. En hopelijk kunnen we dan het mooiste spel tot het laatst bewaren. Ja, dat wel. Wat een toernooi, hè? In een voetbalstadion, 15.000 man, de wave. Ja. Ik hou het niet op. Het is zo gaaf. Het is echt zo gaaf. Niet te bevatten. En dat genieten duurt nog even voort. Donderdag is de volgende wedstrijd. Nieuw-Zeeland is dan de tegenstander.